Danny T. werd in 2007 veroordeeld voor de moord op Pascal Triep. De moord werd landelijk bekend doordat er een filmpje op internet verscheen waarop te zien was hoe Triep zwaargewond van het dak viel en stierf in zijn achtertuin. Danny T. was toen 16 jaar en kreeg 2 jaar jeugddetentie en maximaal 8 jaar jeugd-TBS. Hij zit zijn straf uit in de justitiële jeugdinrichting De Sprengen in Zutphen. Woensdag wist hij dus weer te ontsnappen tijdens een begeleid verlof. Nou, hij zat op weg terug naar de inrichting, zat hij in de auto en voor het stoplicht heeft hij de auto geopend en is hij er vandoor gegaan. De man heeft nog geprobeerd om hem te achterhalen, nou, goed, dat is dus niet gelukt. Het verlof van Danny T. viel onder de zogenaamde pijnmaatregel, ook wel jeugd-TBS genoemd, waarbij men vaker met verlof mag om de veroordeelde goed voor te bereiden op de terugkeer in de maatschappij. De moeder van Pascal Triep, het slachtoffer in de dakmoordzaak, vindt het onbegrijpelijk dat Danny P. nu alweer met begeleid verlof was. Zeker omdat hij een half jaar geleden ook al wist te ontkomen tijdens een proefverlof. Ja, dit kan toch niet. Ik bedoel, het is nog niet eens een half jaar om van de vorige keer. Ik bedoel, 17 februari, dan denk ik binnen een half jaar gewoon voor de tweede keer. Ja, ik begreep al sowieso niet dat hij alweer zo snel proefverlof kreeg. Volgens de advocaat van Danny T., meester Knoester, nam zijn cliënt de benen uit frustratie over het uitblijven van zijn TBS-behandeling. Wat in ieder geval niet plaatsvindt, is enige vorm van therapie. Het is niet zo dat hij gesprekken heeft met een gedragswetenschapper of iets dergelijks. Wat niet plaatsvindt, is behandeling over leren omgaan met agressiemodules. Hij is uiteindelijk voor een geweldsdelict veroordeeld. Fred Teven, justitiewoordvoerder van de VVD en oud-officier van justitie, is verrast dat Danny T. nu alweer met verlof mocht. Ja, er kunnen allerlei redenen zijn waarom iemand gefrustreerd raakt omdat hij daar in die TBS-kliniek zit. Maar ik denk dat de taak van de overheid is om gewoon goed op dit soort mensen te passen. Je kan het ook ten opzichte van de nabestaanden van het slachtoffer denk ik niet maken. Het ministerie van Justitie wil niet reageren op de aantijgingen van de advocaat van Danny T. In een reactie tegenover Omroep West laat het ministerie van Justitie weten dat van ieder verlof een risicoanalyse wordt gemaakt en dat het verantwoordelijk leek om Danny T. op verlof te laten gaan.